Buma Music Academy helpt muziek- en CKV-docenten hun muziekonderwijs eigentijds vorm te geven, aan te vullen of spannender en beter te maken. U kunt het lesmateriaal inzetten ter aanvulling op uw reguliere lessen of u motiveert leerlingen door gebruik te maken van de bijzondere extra's zoals de schoolactcompetitie. BMA geeft toegang tot de online lesomgeving met daarin 50 vrij beschikbare lesmodules. Toepasbaar voor zowel muziek als CKV. Deze lessen worden jaarlijks geactualiseerd en gedifferentieerd. Daarnaast worden de teksten en opdrachten jaarlijks aangevuld met nieuwe actuele en inspirerende lesvideo's. Ken je dat gevoel dat je met hartkloppingen en al zwetend zit te gamen? Een soort van gevoel van angst en overwinning, maar ook heldhaftigheid? Dan heeft de muziekdesigner zijn werk namelijk heel goed gedaan. Het is namelijk de bedoeling als je gamet dat je je helemaal kan inleven in het spel. En dat gebeurt door met wat je ziet, maar nog meer door wat je hoort. Ik ben Toon Martens. Ik ben co-managing director van Sony Music Benelux. 1 liedje op 4 op de radio is van ons. Nou, mijn naam is Fred van Kruining. Werk al 27, bijna 28 jaar in de muziekindustrie. Artiesten en professionals uit de muziekindustrie helpen leerlingen verder met hun muzikale vragen, eigen geschreven teksten en nummers door middel van motiverende video's. Hallo, Bas hier met deel 2. Wat ik nog wilde zeggen is dat de drummer die begint, er komen de instrumenten bij, gitaren, piano. En op het moment dat er een maximaal aantal instrumenten aan het spelen zijn, dan begint de zang. Maar dat is eigenlijk onlogisch, want dan is er eigenlijk helemaal geen ruimte in de muziek om de zangers te kunnen horen. Dus als je vragen hebt over jouw zelfgeschreven nummers, dan kun je bij mij terecht of over je teksten. Vind ik ook heel leuk om naar te kijken. En ik vind het heel leuk om al die vragen te beantwoorden. Dus ik zou zeggen, stuur ze vooral door. Dan ga ik proberen te helpen. Met onze workshops kunnen leerlingen kennis maken met muziek of juist de diepte in. De workshops sluiten aan bij alle niveaus, leeftijden en passen bij het lesmateriaal. Schoolacts worden uitgenodigd mee te doen aan de jaarlijkse schoolactcompetitie. Een spetterende wedstrijd waarbij schoolacts uit het hele land tegen elkaar strijden om de titel Beste Schoolact van het Jaar. BMA biedt al haar in elektronische muziek geïnteresseerde leerlingen volwaardige Ableton Live intro licenties om zelf aan de slag te gaan en tracks te produceren. Het educatieteam van BMA staat voor haar deelnemers klaar om vragen te beantwoorden, tips te geven, workshops in te plannen en nieuw lesmateriaal te ontwikkelen.